Uit alle reacties die ik tot nu toe heb ontvangen is het woord herkenbaar is eigenlijk wel hetgeen wat ik het meest hoor. En dat is ook wat in eigenlijk elk interview of elk gesprek wat ik hierover heb, komt dat naar voren, is de vraag van ja, waarom ben je nou voor Feyenoord? En dat is ook waar dit boek over gaat. En dus het antwoord is eigenlijk altijd in het kort. Lees vooral mijn boek, want anders dan heb ik het voor niks geschreven. Maar als je het dan leest, dan zul je erachter komen dat het eigenlijk haast altijd te maken heeft met familie. Dat je ooit door je vader of je moeder bent meegenomen. En in mijn geval door mijn oma. En dat is heel typerend voor Feyenoord. Dat het echt wordt overgedragen van generatie op generatie. En wat bij mij altijd met de paplepel was ingegoten, nog voordat ik ooit een voetbalwedstrijd heb gezien, is dat er eigenlijk maar drie grote Feyenoorders zijn. En dat zijn Willem van Hanegem, Theo Lazaroms en Rinus Israël. En dat hoor ik van mijn opa. En mijn opa die heeft altijd gelijk gehad. Dus ook wat dit betreft. Maar ik wil even een stukje voorlezen over een van de keren dat hij een uitzondering maakte. En dat hij iemand toevoegde aan de lijst van grote Feyenoorders. En ook dat is denk ik een stuk dat voor heel veel Feyenoorders herkenbaar is. Omdat iedereen van mijn generatie of van de generatie van mijn vader zou van zijn vader of van zijn opa dit te horen hebben gekregen. En dat is dus dit. Waarom was Dirk Kuyt, een vrij bekende beperkte voetballer uit Katwijk, zo belangrijk voor mij? Wat maakte dat hij, het clichémannetje bij uitstek, mij zo raakte? Het was niet alleen omdat hij in de jaren dat ik Feyenoord echt begon te volgen de grote ster was. Wat hem vooral zo bijzonder maakte, was de link met mijn opa. Op zijn verjaardag, 11 december 2005, begon mijn opa weer over vroeger. De tijd van Hanegem, Lazaroms en Israël. Alles kwam weer voorbij. Dat toen alles beter was. Dat samenvattingen tegenwoordig wel lang genoeg zijn. Alles wat hij zei, had hij al eens eerder gezegd. Maar toen voegde hij er iets aan toe. De enige echt goede, dat is Dirk Kuyt. Die heeft tenminste nog een goede instelling. Nou, en dat is waarom dit moment voor mij eigenlijk het perfecte moment was om dit boek te schrijven. Want zoals jullie allemaal weten heeft Dirk Kuyt ons voor het eerst sinds jaren weer kampioen gemaakt. En voor mijn opa was 1970 was het hoogtepunt. Dat was namelijk het moment dat we de beste van Europa waren en later de beste van de wereld. En de man die hier naast me staat is de eerste Nederlander die zowel de Europa Cup 1 als de wereldbeker omhoog mocht tillen. En ja, daarom is het voor mij een hele eer dat ik het eerste boek, eerste exemplaar van ons Feyenoord, juist aan die man mag uitreiken. Namelijk één van de vier voetballers die mijn opa echt kon bekoren. En daarom, meneer Israël, is het eerste exemplaar voor u. Dankjewel. Je opa moet veel verstand voor voetbal hebben.